Ja. De Dag van de Architectuur is een landelijk initiatief. Op zo'n 30 plekken in Nederland wordt deze dag gevierd. En de bedoeling is om architectuur, maar breder eigenlijk de leefomgeving van ons, onder aandacht bij u te brengen. Om te kijken naar wat gebeurt er, waar woon ik, hoe zit het in elkaar. Hoe voel ik me daar prettig, voel ik me daar onprettig, wat zijn de redenen. Wat kan architectuur, ontwerp aan ons leven toevoegen of wat heeft het misschien afgenomen. Eigenlijk is deze dag bedoeld om kritisch te kijken, verschillig te zijn, niet onverschillig naar alles wat zeg maar in die leefomgeving speelt. Dat doen wij met die Dag van de Architectuur en traditiegetrouw doen dat hier in Haarlem met heel veel activiteiten. Van openstellingen, toelichtingen, rondleidingen, noem maar op. Het is eveneens traditie dat deze dag altijd wordt geopend door de wethouder ruimtelijke ontwikkeling. Dat gaat hij zo meteen doen, Floor Rodenen. Ik zal het kort houden. Ik vond het bijzonder, het thema is thuis. In de tijd waarin na de ruimtelijke ontwikkeling heel veel over wonen gaat. Maar als je dan die 25 projecten, nou het zijn inmiddels 23, hè, want er zijn een paar afgevallen of 22, ziet, dan zie je daar ook wel heel veel verscheidenheid, denk ik, van wat deze stad te bieden heeft op dat thema. En dan is het wel leuk, denk ik, dat we vandaag in de koepel staan en hier starten. Een plek die natuurlijk gebouwd was als een vrij onvrijwillig thuis voor mensen, dus een gevangenis. Dus daar ging je niet voor je lol heen om uiteindelijk hier te slapen en te verblijven. Maar uiteindelijk wel voor heel veel mensen toch langere periode in hun leven hun thuis geweest. Daarna, toen het weg kwam te staan, werd het ingericht voor opvang, noodopvang voor Syriërs in 2017-2018. Periode, dus eigenlijk een heel gastvrij huis, waarin Haarlem ook zich van zijn gastvrije kant liet zien, om te laten zien hoe Haarlem als stad is. En uiteindelijk ook mensen die hun thuis moesten achterlaten, hier weer welkom wilden ontvangen. En uiteindelijk is het een hele andere plek geworden, met dank aan Panopticon en iedereen die daarbij betrokken is geweest, om weer op een hele andere manier een open huis te zijn voor de stad. Dus ik vind dit wel een hele mooie plek uiteindelijk om die dag te starten. Ja, ik wil jullie in ieder geval ook weer bedanken aan het ABC dat jullie dit weer blijven organiseren. Wel, je bent projectdirecteur. Wat doet een projectdirecteur in de koepel? Ja, ik mag ik toch even vasthouden of niet? Nee, wel. Dat ben ik wel ten eerste, voor mij ben ik geen projectdirecteur, maar eigenlijk zeg maar, ik geef leiding aan een heel groot team. Waaronder André van Sticht, de architect. We zitten toch op de Dag van de Architectuur. André heeft zeg maar, het ontwerp van het gebouw gemaakt. We hebben het gedaan met bouwers, we hebben het gedaan met financiers, we hebben het gedaan met de gemeente. We hebben heel veel met Flora aan tafel gezeten. We hebben het met ambtenaren gedaan. Al die mensen hebben uiteindelijk gezorgd dat we hier een mooi gebouw krijgen. En mooi, eigenlijk denk ik, ik wou er toch een wat andere betekenis aan geven. Als je naar die gevangenis kijkt, ik heb ook rondleiding gedaan voordat de gevangenis werd geopend. Dan kreeg ik ook klasjes binnen en vragen over hoe het gebouw eruit ziet. En eigenlijk ontdekte ik toen dat heel veel Haarlemmers de gevangenis nog van binnen gezien hebben. En dat is nu eigenlijk heel anders. Dus de eerste discussie die we hebben is, het is nu een Haarlems gebouw geworden. U kunt er allemaal in, dus dat is een enorm vooruitgang. En het tweede wat we gedaan hebben, is we hebben hier geprobeerd we proberen een heel levendige gemeenschap te creëren. En die levendige gemeenschap bestaat denk ik uit onder andere zeg maar, dat wij hier de universiteiten naar binnen trekken. Die begint met een bachelorniveau en ik heb inmiddels begrepen dat men ook nu druk bezig is om accreditatie op universitair niveau te krijgen. We hebben hier een heel groot MKB gerichte bedrijf, zeg maar Koepela. Die heel veel ontmoetingen regelt rondom het MKB, de ontwikkeling daarvan, samenwerking daarvan, dwarsverbanden legt. En aardig is dat zeg maar, Haarlem is zeg maar, als MKB-centrum een heel belangrijke stad. We hebben de Endeavor Group, dat is eigenlijk een bedrijf uit Haarlem die zich met name bezighoudt met faciliteren van merken op het gebied van informatisering en bedrijven. En we hebben uiteraard een filmkoepel hier. Die filmkoepel is natuurlijk uniek, omdat we eigenlijk hier twee functies hebben. Je kan hier gezellig naar de bioscoop. En tevens, we kunnen hier 's morgens ook colleges geven voor de universitaire gemeenschappen. Of de dag van de architectuur openen natuurlijk. Ja, en alleen, je had toch eigenlijk twee zalen moeten huren, zie ik nu. Hè, want er zijn er iets veel binnengekomen, maar goed, dat is een goede belangstelling.
Wat voor het gebouw verder wel belangrijk is, denk ik, ik wou een speciaal accent geven, natuurlijk aan architecten, maar waar ik heel veel van genoten heb, is de bouwvakkers. Want wat we hier gedaan hebben, is we hebben een volledig circulaire project gerealiseerd. Dus eigenlijk, we houden het gebouw in stand. Dat is het allerbelangrijkste, want het kan weer 100 jaar mee. We hebben hier gezorgd dat het gasloos is, dus er is geen gas in het gebouw aanwezig. We hebben het ongelooflijk hard geïsoleerd, zodat we als het ware hele lage stookkosten hebben. Vergelijking, Anne heeft het wel voor de week nog even. Naar Breda gaat, dan geef je aan verwarming €400.000 per jaar uit en wij doen het voor 40. He? Dus je ziet, ja, we hebben hard gezet. Zie je dat er heel veel over gedaan is, zeg maar, allerlei technieken halen. Het zit een WKO in, dus we hebben warmte terug in de installatie, we werken met grondwater. En eigenlijk, dat is het mooie van dit gebouw. We hebben daar achterstallig onderhoud weggewerkt. En die bouwvakkers, we hebben daar jaren mee rondgelopen, de afgelopen anderhalf jaar. En dat is het mooie, want die zien een nieuw vak ontstaan. Je ziet dat je anders moet reageren op de CO2-uitstoot. En ik was van de week gewoon bij het congres over duurzaamheid. En dan heb ik columnisten, briljante dames en heren aan de universiteit werken, verslaggevers en heel veel mensen die erover schrijven. Maar de mensen die het moeten doen, eigenlijk die ons die verandering moeten tot stand brengen, dat zijn uiteraard die architecten. Maar veel belangrijker is het natuurlijk de werknemers en de op VMBO en MBO, die uiteindelijk gaan zorgen dat onze toekomst ook inderdaad ook niet 4 graden wordt of 3, maar misschien wel 2 of anderhalf. Dit gebouw, deze omgeving moet een nieuw thuis worden voor mensen. Absoluut. Hoe stel jij dat voor, zeg maar, dat dit een thuis is over wat, als jij gewoon even fantaseert over 5 of over 10 jaar, hoe ziet het er hier dan uit? Nou, laten we de horizon dichterbij trekken, over 5 jaar. Want wat we hier hebben, nou, de koepel is klaar, hè? Ik had gehoopt dat de rest ook klaar zou zijn, maar dat is even niet gelukt, ik ga er verder niet op in. Maar wat we hier bouwen, behalve de koepel, is een hotel, er komt hier een parkeergarage en er komen hier 350 woningen, waarvan 250 studentenwoningen en 100 sociale huurwoningen. Dus eigenlijk is het cadeautje aan Floor sowieso al, dat op het gebied van sociale woningbouw, we willen gratis van de gemeente, gratis Floor, en 350 woningen, daar heb je geen cent aan hoeven bij te krijgen. Dat hebben we nog maar even gedaan. Dus dan krijg je hier een gemeenschap, denk ik, met name van studenten die hier wonen, studenten die hier naar een opleiding gaan, studenten die hun eerste werkervaring opdoen en studenten die als het ook nog hier een hapje kunnen eten en naar de bioscoop kunnen gaan. Dus je krijgt er een hele goede gemeenschap de komende periode. Dan moeten we nog een jaar of 4 op wachten omdat alles een beetje vertraagt in die woningbouw. Maar ik denk uiteindelijk dat dat het allerbelangrijkste is, dat het een centrum wordt voor Haarlem, voor Haarlemmers ook. En we proberen ook dat op een andere manier gewoon goed te organiseren. En dat het een gemeenschap is, dat het woord community even vergeten, een gemeenschap is waar je als het ware enorm van inspirerende dingen kan doen. Ik zie ernaar uit. Dankjewel.